Vrienden, er gebeuren rare dingen in de Nederlandse taal. Ja, daar moet ik het even over hebben, want ik verbaas me daar elke dag over. Ja, wat te pas en te onpas hoor je dan ineens iemand zeggen, nou, komt goed. Ja, komt goed, komt goed. Ja, en soms wordt het ook gebruikt, is het helemaal niet. Is het helemaal niet van toepassing. Maar dat maakt niet uit. Dan zegt iemand gewoon, komt goed. Komt goed, man. En dan, om het nog te bevestigen, hij komt helemaal goed. Hij komt nog helemaal erbij. Ja, komt helemaal goed. Meestal komt het gewoon niet goed, maar ja, laat me zitten. Ja, en tegenwoordig moet alles eerst even landen. Oh ja, dat moet even landen hoor, bij me. Je moet even landen. Vroeger zei ik gewoon van, nou, dan moet ik even over nadenken hoor. Hé, nee, tegenwoordig allemaal op Schiphol. En dan gaan we de flaps gaan uit. En alles moet eerst even landen. Nou, dat is mooi. En als het geland is, dan zeggen we, nou, dat kwam wel even binnen hoor. Oh, dingen komen ineens binnen. Het is het hele jaar is het een soort van Sinterklaas. Oh, dat kwam wel even binnen. He, weet je wel, vroeger zei ik gewoon, nou, dat heeft me wel geraakt of zo. Nee, maar het komt, tegenwoordig komt het binnen. En als het één keer binnen is, dan gaan we het een plekje geven. Een plek. Ja, dan moet ik even een plek geven hoor. Oh, dus iedereen, die loopt weer naar zijn kast en weet ik veel. En als het dressoir en die geven dat allemaal overal een plek. Het zal hartstikke vol zitten. Weet je al. Vroeger zei je gewoon van nou, dat moet ik even verwerken hoor. Nee, we gaan het allemaal even een plekje geven. En dan zegt iemand wat, hè, bijvoorbeeld. En die zegt daar dan achteraan, eerlijk gezegd. Of vooraf, hè? Eerlijk gezegd, en dan komt er een mededeling. Ja, wat nou eerlijk gezegd? Dus, en wat zeg je als het niet eerlijk gezegd is? Ik zeg, nou ja, je kan het ook niet eerlijk gezegd hebben. Nee, eerlijk gezegd. Oh, eerlijk gezegd. En dan is er nog een nieuwe uitdrukking. Dat is, dat is volkomen helder. Oh, dat is helemaal helder nu. Ja, helder. Het woord helder. Vroeger zei je gewoon, nou dat snap ik, of dat is duidelijk. Nee, dat zeggen we niet meer. Nee. Je moet wel meebabbelen. Nee. Dat is volkomen helder. Oh ja. En nog zo'n woordje om aan te geven dat iets raar is of vreemd, zei je dan vroeger. Hè? Dat is tegenwoordig bizar. En dat moet je ook zo uitspreken. Niet gewoon bizar. Nee, want dat begrijpt niemand wat je zegt. Nee, gewoon bizar kan niet. Nee, want dat is bizar. Dat is gewoon bizar. Het is bizar. Nou, en dat vind ik dan weer bizar. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, dat is er allemaal aan de hand. Tegenwoordig met het Nederlands, vrienden. Of dan krijg je ineens naar je hoofd. Zeg, hoe sta jij daarin? Hoe sta je? Ja, gewoon van, wat vind jij daarvan? En dat is dan nu geworden, hoe sta jij daarin? Ik zeg nou, ik sta meestal niet in. Ik zit meestal, vind je het erg? Ja, hoe sta jij daarin? Ja, dat is dan weer zo'n modieus kreetje, weet je wel. En daar doet dan iedereen aan mee. En dan word je dan ook geacht ook aan mee te doen. Hè? Wat denk je van bijvoorbeeld de uitdrukking... Dat is ook zo'n ding, hoor je dan ineens. Ding, alles is een ding. Oh ja, nee, dat is wel een... Ja, oh, nou, dat is wel een dingetje, hoor. Oh nee, eens is het een dingetje. Ja, wat is nou een dingetje? Oh, vrienden, oh, ik denk het helemaal. Ja, oh, dat is bij hem en bij haar. Dat is wel een dingetje, hoor. Oh, of tussen ons, dat is wel een dingetje. Dingetje, dat is een naam voor een rapper of zo. Ja, dingetje. Ja, dat soort knakkers, die heet het dingetje. Nou ja, goed vrienden. In ieder geval, ik zal mijn Nederlands toch hier en daar moeten gaan aanpassen, denk ik. Want anders begrijpen we elkaar niet meer.